Ik ben Martijn Bak en ik ben de voorzitter van Eurostar. Eurostar is de Rotterdamse vereniging voor weer- en sterrenkunde. Oké, en wat is er vandaag gebeurd? Vandaag hebben we een zonsverduistering. En dat betekent dat de maan tussen de zon en de maan tussen de zon en de aarde doorschuift. En dus de zon die wordt dan voor een deel verduisterd. En als je naar het noorden gaat, naar Spitsbergen gaat bijvoorbeeld, of naar Faroe-eilanden, dan heb je een totale zonsverduistering. Dus dan is de zon helemaal weg. In Nederland is hij maar voor ongeveer 84% verduisterd. Oké, en had u vandaag meer verwacht van de zonsverduistering? Ik had natuurlijk heel graag gewild dat het niet zo bewolkt zou zijn als dat het nu is. Misschien dat het nog open gaat trekken, maar dan moet het wel heel snel gebeuren. Want over een half uur dan is het alweer voorbij. Het hoort bij het spelletje dat het weer onvoorspelbaar blijft. Dus, Oké, en om de hoeveel jaar komt er zo'n zonsverduistering? Ongeveer ieder jaar is er ergens op de aarde eentje. Maar ja. Dat betekent dat je dan soms dus naar de andere kant van de wereld moet. Of hij speelt zich af boven de zee. Hè? Want de aarde bestaat voor 2/3 deel uit water. Dus ook de zonsverduistering voor vandaag. De plekken waar je hem als een totale verduistering kan zien, dat is bijna alleen maar boven zee. Alleen maar een paar eilandjes waar hij overheen trekt. Dus als je niet precies bij zijn eiland bent, dan ga je hem vandaag niet kunnen zien. Oké, bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Christo, abrigado, tanto mucho, que venite.